staan we dan? Inderdaad, bijna 2 jaar The Lion King in Scheveningen. Ja, wat een tijd, hè? Ja, dat is eigenlijk best lang, maar het voelt heel kort. Ik ben dus heel benieuwd wat eigenlijk alle castleden wel van die 2 jaar hebben gevonden. Hier hebben we natuurlijk onze hoofdrolspeler Simba. Oh, sorry. Ja, nou ja, dat ging even. Hey, vertel eens even, Najim. Wat is nou jouw hoogtepunt geweest van The Lion King? Toch wel de première. Ja, dat was, daar werkte ze naartoe. En dan opeens moet je daar zo knallen. Dus ja, dat vond ik wel echt wel een hele hoogtepunt. Ik kan me eigenlijk die dag niet meer zo goed herinneren. Tenminste, de show kan ik me niet zo goed herinneren. Dat vind ik een beetje gek gezegd. Want dat was echt zo... Maar ik vond het wel echt heel vet. Ik denk dat het grootste hoogtepunt is het feit dat ik het Disneylied der Disneyliederen mag zingen. En dat is natuurlijk Hakuna Matata. Mijn hoogtepunt was mijn première vorig jaar, want ik ben een jaar later begonnen. Welkom bij weer een nieuwe show van Nigel Rhino. Nigel Bryan. Hey Nigel, we bestaan bijna 2 jaar. Hoe vind je dat? Lion King. Ik vind het heel erg tof, want ik ben er al 2 jaar bij. Afgelopen sing-along, ja, 2018, mocht ik... een van de antilopen zijn. Dat was wel heel tof om te doen. Bij de musical singalongs, want de eerste musical singalong was sowieso heel leuk, want hebben we heel mooi met alle dames Shadowland mogen doen. En die was echt fantastisch. Dat was echt heel erg leuk om te doen. De ontmoeting met de cast. Zeg maar de eerste keer dat we bij elkaar kwamen en dat wij echt een soort van voor het eerst elkaar leren kennen en elkaar ook, ja, dat was top. Dat we gewoon echt dachten van wauw. Barry, we bestaan bijna 2 jaar. Ja, bizar. Ja, hè? En we hebben het nog steeds leuk. Wat waren een beetje, ja, die hoogtepunten? Oh, nou, voor mij het hoogtepunt is nog steeds toch wel dag 1. Want toen gingen we met z'n allen en toen was Kugwana nog Rafiki bij ons. En die begon te zingen. En ik zat naast haar en begon eigenlijk meteen te huilen. One of the brightest moments in the show when you see somebody else next to you, no matter how tired you are, just appreciating what you do, and you do it every day. And you're like, wow, let me appreciate this too. You know, you just join in there. I think that's my highlight, is seeing everybody doing the same thing over and over, but still appreciate it the way they do. Mm-hmm. Het bracht me ook weer even terug naar de afgelopen 2 jaar van wat we allemaal gedaan hebben. Ja. Weet je al, die musical singalong, AD Publieksprijs. Ja, precies. Hey. Met 51% van de stemmen, The Lion King. Ben jij nu al naar The Lion King geweest en zit je daar dan misschien nog over te dromen? Heb je mooie herinneringen? Laat het dan hierachter in de comments, want wij zijn heel benieuwd wat jouw mooiste herinnering is. En voor de mensen die nog niet geweest zijn, zou ik zeggen, kom! Kom te allen! Yes, tot snel in theater! Doei!